erfgoed. Het is een term die wel eens opduikt tijdens een gesprek. Sommige mensen denken daarbij spontaan aan belangrijke historische figuren of oude gebouwen. Anderen geloven dat erfgoed uitsluitend wordt bewaard in archieven of musea. Maar eigenlijk vind je erfgoed overal. Wat belangrijker is, je vindt het bij je thuis. In je leven leg je een eigen collectie aan. Over welk erfgoed gaat het dan? Wel het portret van de opa, de radio van je tante, de spreuken van je kozijn of de zilveren ring van de bomma. Maar ook je postzegelverzameling en stripcollectie maken er deel van uit. Kortom, iedereen verzamelt erfgoed. Het steekt onder stoelen en banken. Zoveel zelfs dat mensen vaak niet eens weten wat ermee gedaan. En ondertussen gaat het leven verder. Nieuwe generaties worden geboren, de tijd gaat voorbij en mensen zoeken andere oorden op. En al dat verzameld erfgoed? Dat verdwijnt maar al te vaak tussen de plooien van de geschiedenis. Net als de verhalen die eraan verbonden zijn. Maar daar komt nu een einde aan. In de Brusselse gemeente komen steeds meer mensen op voor dit soort collecties. Samen met Erfgoedcel Brussel slaan de gemeenschapscentra, gemeenten, bibliotheken, heemkringen en vrijwilligers de handen in elkaar om dit erfgoed op te sporen. Wat is nu de Erfgoedbank? Het is een databank die beelden en geluidopnames van minstens 20 jaar oud opneemt. En wat mag je je daarbij voorstellen? Het gaat bijvoorbeeld om foto's van feesten, prentkaarten van oude straatbeelden of herinneringen aan het dagelijks leven, beroepen en de vrije tijd. Het verzamelde materiaal wordt door de vrijwilligers gescand en klaargestoomd voor de website www.erfgoedbankbrussel.be. Met de Erfgoedbank houden we het Brussels erfgoed levend en maken we het bekend. Als jij ook wil meedoen, neem dan contact op met erfgoedbrussel@vgc.be.